Natuurherstel geen prioriteit voor het nieuwe kabinet. De gedeputeerde blijft plannen toch voortzetten. Nou ja, we hadden natuurlijk gehoopt op flink wat geld uit het transitiefonds. Maar het betekent niet in één klap dat we nu helemaal niks meer gaan doen. En verder, gehandicaptenzorg in de regio kan niet zonder vrijwilligers. En geen Champions League voor Heroes Den Bosch na verlies in kwalificatietoernooi. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. Het nieuwe kabinet heeft een streep gezet door het stikstofbeleid van oud-minister Van der Wal. Eerder gingen al geruchten dat de miljarden die bedoeld waren voor de strijd tegen de te hoge stikstofuitstoot en voor de bescherming van de natuur verminderd zouden worden. Dinsdag werd de nieuwe koers op Prinsjesdag definitief bevestigd. En daar is de gedeputeerde van Noord-Brabant niet blij mee. In de afgelopen 2 jaar hebben provincies samengezeten om het nationaal programma Landelijk Gebied te realiseren. Dit om de stikstofuitstoot te verminderen en natuurherstel mogelijk te maken. Van de 24 miljard euro die in het transitiefonds was gereserveerd, blijft in het nieuwe regeerakkoord nog maar 5 miljard van over. Ja, we hadden natuurlijk gehoopt op flink wat geld uit het transitiefonds, maar het betekent niet in één klap dat we nu helemaal niks meer gaan doen. We hebben juist een goede samenwerking met de gebiedspartners, dat zijn de agrarische partners, dat zijn de natuurorganisaties, de gemeenten, de waterschappen, de grondeigenaren. En met hen samen gaan we door met het maken van goede plannen. En het voordeel is dat die met elkaar al die tijd aan tafel zijn blijven zitten in de afgelopen jaren. En ook al hebben duidelijk gemaakt dat ze dat willen blijven doen de komende tijd. En dat is goed nieuws. De gedeputeerde laat zich door de keuze van het nieuwe kabinet niet uit het veld slaan. Inmiddels is er een eigen programma opgericht waarin de gemeentes en provincies blijven samenwerken aan het stikstofbeleid. Voor Os en Den Bosch betekent dat een aantal zaken. Je ziet rond Den Bosch dat wij al goed samenwerken in de gebiedsgerichte aanpak groen-blauw landbouw. Dat is dat grote gebied bij Vlijmensven, Moerputten, Bossenbroek. Dus, en dat blijven wij ook doen. Daar hebben onder meer de agrarische en natuurpartners een paar hele goede, interessante plannen om de natuur- en waterdoelen dichterbij te brengen. En wat je doet vanuit Os, daar zijn een aantal hele goede agrarisch collectieven bezig om samen perspectief te krijgen voor onder meer de melkveehouderij. Maar ook om te gaan kijken daar hoe je met agrarisch natuurbeheer meer gaat doen. Daar liggen zeker kansen, want het kabinet wil daar ook structureel meer geld voor vrijmaken. En ik ben gemotiveerd om dat geld naar Brabant te halen. Is er nog iets wat de bewoners van Os Den Bosch kunnen doen? Ja, zeker. Alle goede kansen die er zijn om bijvoorbeeld op een natuurinclusieve manier aan de slag te gaan in die gebieden vlak naast die beschermde Natura 2000 gebieden of bij een beekdal, daar hebben we er hier ook een aantal van, kan ons verder helpen. De budgetvermindering raakt de provincies. Maar de Brabantse gedeputeerde gooit de handdoek dus niet zomaar in de ring. We zijn ook al op gang. Het leuke is ook dat je ziet, omdat we al een tijdje zitten met elkaar met die stikstofproblemen, dat juist in Brabant we aan de slag zijn met onze bouwers en wegenbouwers om bijvoorbeeld met materieel te werken voor de aanleg waar geen stikstof bij vrijkomt. Dus de innovatie en oplossingen beginnen ook in Brabant. Maar jullie gaan niet stoppen? Nee, we gaan natuurlijk door. We zijn Brabant. De basketballers van Heroes hebben dinsdagavond in het Turkse Antalya met 92-72 verloren van Petkimspor. Door de vroege uitschakeling in het kwalificatietoernooi van de Champions League is het Europese avontuur voor dit seizoen alweer voorbij. De Bosse club had eerder namelijk al besloten om in het geval van uitschakeling niet verder te gaan in de Europe Cup, een niveau lager. Met de Europese uitschakeling lijkt het allesbehalve een goede seizoenstart voor Heroes. Eerder werd er al verloren in de B-Next League en greep de ploeg van Erik Braal ook naast de Supercup. Doordat de rijbaan op de Helvoortseweg in Vught open ligt vanwege boringen, moeten fietsers tijdelijk omfietsen of via de stoep lopen. De gemeente Vught constateert dat fietsers nu veelal over de stoep fietsen om tijd te winnen. Dit zorgt voor irritaties in de straat en onveilige situaties, aldus de gemeente. Vooral op de hoek bij de Van Voorst tot Voorststraat stappen fietsers niet of nauwelijks af. De gemeente benadrukt daarom om de omleidingsroutes te volgen of af te stappen. Vrijwilligers spelen een grote rol in het leven van mensen met een beperking. Zorginstelling Cello kan haast niet zonder de extra handen. Na jaren van bezuinigingen op de zorg is er namelijk voor het zorgpersoneel weinig tijd over voor ontspanning.
Je kan wandelen, je kan spelletjes doen, je kan fietsen, je kan samen koken. Dus, ja, mensen die zeggen van ik vind het leuk om zoiets te gaan doen, moet je het zeker gaan doen. Ja, ja. Dat zijn de woorden van een vrijwilliger die zelf alweer 4 jaar cliënt Rosita begeleidt. Bij zorginstelling Cello zijn het personeel en de cliënten maar wat blij met de inzet van mensen zoals Lieneke Kooijman. Eén keer in de week gaan wij wandelen. En dan is het over alles en nog wat praten. Over mijn dingen die me bezighouden. Dingen die ik soms niet leuk vind en soms wel heel erg leuk vind. Dat ik dan op zangles zit. Vrijwilligers in de zorg zijn hard nodig omdat het takenpakket en de uren van het zorgpersoneel de afgelopen jaren flink zijn teruggesnoeid door bezuinigingen. Door hun ons aanvullen, kunnen wij ook meer oprechte, rustige aandacht geven tijdens de basiszorg. We zitten met arbeidskrapte, inzet ZZP'ers. Dus hoe fijn is het wanneer een cliënt even kan ontspannen met een vrijwilliger. En een ontspannen cliënt is op de werkvloer of in de woning ook weer ontspannen. Daar hebben medewerkers profijt van. Het ontlast de zorg, het creëert prachtige momenten voor cliënten. Het verbindt betrokkenheid. Zo is ook Hans Stuurmans dankbaar voor de gezellige momenten die hij met vrijwilliger Gert Visser beleeft. Wandelen. Café toe, bier drinken, soms. We gaan hem weer mee naar het huis waar je woont. We nemen altijd mee over mee, als je kan. Wat ik er fijn aan vind is dat het is niet echt een baan is, dat je echt elke keer verplicht bent om wat te doen. Het is spontaan op momenten dat er wat leuks is, of je kiest er zelf voor hoe vaak je wat wil doen. Dus je kunt je vrijwillige taak helemaal zelf invullen zoals je dat zelf wilt. Cello is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En dat doet de zorginstelling in de regio Den Bosch, Vught, Rosmalen en Boxtel. Voor iedere vrijwilliger en cliënt probeert de coördinator een passende koppeling te maken. Nou, ik match. Met name, hè, wij maken gebruik van het grote platform NL voor elkaar, de eigen website van Cello. Om onze vrijwilligersvacatures kenbaar te maken. Daar reageren mensen op en tijdens een intakegesprek kom je er dan achter of het een goede match zou kunnen zijn. Of dat je op een andere manier verder moet gaan zoeken voor een match die beter bij die vrijwilliger past. Het kan zijn, al doe je maar één keer in een half jaar iets met iemand. Het hoeft niet heel groot te zijn. Het hoeft niet heel veelomvattend te zijn. Je houdt het vol omdat je het zelf ook leuk vindt. Anders doe je dat een half jaartje. Maar je moet iets zoeken met vrijwilligerswerk wat voor beide passend kan zijn. En dat is wandelen. Dat vind ik gewoon wel gezellig met Rosita. Op de website nlvoorelkaar.nl staan verschillende activiteiten waarvoor instellingen nog vrijwilligers zoeken. En tot slot het weer. Het begon woensdag nog bewolkt, maar in de middag brak de zon door. Bij een matige wind werd het zo'n 24 graden. De komende dagen schijnt de zon volop. Het blijft ook droog en de temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Heeft u nou nog een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan vooral naar weerfoto@dtvnieuws.nl. Dit was het, maar meer nieuws, zoals over een magische show als opening van de Fantasia Disneymarkt in Vught, leest u op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel!